Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om maar eentje Dier van de Week te maken. Daar zijn we weer met Dier van de Week. Deze keer een prachtig mooie kat, genaamd Ying. Ying is een mooie witte kater met twee verschillende ogen waar iedereen altijd voor valt. Maar wij zeggen dan altijd, kijk verder van, dan het, alleen het plaatje. Want Ying is een kater van een jaar of zes die wel wat probleempjes heeft. Dit is Suzanne. Onze medewerkster van de kattenafdeling. Yes. En zij kan wel vertellen wat er dan aan de hand is met Ying. Ying is binnengekomen met een wond op zijn rug. En die is daarvoor behandeld. Hoogstwaarschijnlijk gebeten door een hond. Is nu genezen. Maar daaruit kwam ook wel dat hij FIV positief heeft. Met andere woorden, katten-aids. Waardoor hij dus niet met andere katten mag lopen, niet naar buiten mag, wat hij overigens heel graag wil. Dus we zoeken voor hem echt een huis met een heel goed afgezette tuin of een groot balkon waar hij echt wel kan ravotten. Want graven in een tuin, dat is iets wat hij wel heel graag wil en dat we hem ook wel gunnen. Ja, want we kwamen hem hier een keertje helemaal zwart tegen, want we hebben in de buitenverblijven van de kattenafdeling, de katten hebben allemaal plantjes, kruiden en dat soort dingen. En we kwamen op een dag 's ochtends terug en medewerkster van de kattenafdeling die vond hem zwart terug. En zijn hele buitenkennel onder de aarde en in de binnenkennel. Dus het was een grote puinhoop en meneer zat erbij dat hij een feestje had gehad. Die was helemaal blij. Wat zoeken we? Waar houdt hij van? Wat vindt hij leuk? Wat vindt hij niet leuk? Hij houdt van de aandacht. Het is echt een circuskat. Doet alles om maar aandacht te krijgen. Ook in negatieve zin soms. Het zal echt een baldadige kat zijn die echt wel eens een vaasje van de tafel zal gooien. Kan wel met oudere kinderen. Jongere kinderen weten we niet. Zijn we niet mee bekend. Oudere kinderen vanaf een jaar of 10, 12 weten we dat hij het goed mee doet. En verder zoeken we gewoon voor iemand voor hem die gewoon veel geduld met hem heeft en die heel speels is met hem. En gewoon iemand die voor zijn karakter valt en niet voor zijn uiterlijk, want zijn uiterlijk heeft hij wel echt mee. Het is een stoere vent. En wat vindt hij niet leuk? Dus waar kan hij niet bij geplaatst worden? Optillen vindt hij verschrikkelijk, honden vindt hij niet leuk en andere katten mag hij uiteraard ook niet bij vanwege zijn katten-aids. Dus dat is iets waar hij absoluut niet bij geplaatst mag, kan worden. Dus zoek je een prachtige kat die de oren van je hoofd af kan kletsen. Waarschijnlijk allerlei dingen gaat doen die misschien minder handig zijn. Een extra gat in je tuin graven of je mooie planten van je balkon afgooien. Als je dat allemaal heel leuk vindt, net zoals Suzanne daar altijd om moet lachen,
Laat even wat van je horen. Stuur een mailtje en dan plannen wij een kennismaking in met deze prachtige kat.